Welkom bij deze korte reeks over Rubens. Met Nico van Hout en Koen Bulkens die namens het KMSKA hun levens aan Rubens wijden. In de vorige aflevering gingen we vliegensvlug door zijn leven. Koen vertelde hoe de jaren die Rubens in Rome doorbracht hem vormden en hij gewapend met het grote gebaar naar Antwerpen terugkeerde. Deze aflevering gaat over de praktijk. Hoe maakt Rubens een Rubens? Rubens keerde terug van Italië met een visie voor monumentale altaarstukken. Grote schilderijen om die kerken die vernield waren in de vorige eeuw terug te vullen. Met dat in het achterhoofd koopt hij een gebouw aan de Wapper. We merken op het moment dat hij naar daar verhuist, dat hij op snel tempo het ene grote schilderij na het andere begint te maken. Belangrijk, die werken die zijn niet meer zoals in het begin enkel voor Antwerpse kerken, maar die gaan naar wat dat vandaag Italië is, Noord-Frankrijk is, Duitsland is, door heel Europa. Het feit dat hij groot werkte, was een manier voor hem om zich te onderscheiden van andere schilders. Er was in de Nederlanden wel een traditie van op groot formaat werken, maar Rubens die vergroot die schaal gevoelig. Hè. En hij is op dat moment eigenlijk de enige kunstenaar die dat product, zeg maar, een grote altaarstukken kan aandienen. Met de tijd zijn we als mens niet bepaald kleiner gaan werken. Vandaag de dag is er nog een Antwerpenaar die je waarschijnlijk wel kent van zijn grote werelden. Hoe maakt hij die werelden? We gaan bij hem langs in de hoop dat we achter deze parallel nog meer verwantschap kunnen vinden. Wat ik doe met mijn werk, en dat slaagt natuurlijk terug op dat narratief. Ik vertel een verhaal, ik maak een hele compositie waarin dat in één beeld heel veel gebeurt. Iemand noemde mijn tekeningen ooit one-shot movies, waarin dat je een soort film krijgt in één beeld. Natuurlijk, dat kun je moeilijk doen op een klein formaat. En ook, ik wil dat je een soort fysieke relatie krijgt met het beeld zelf. Hè. Een beeld waarin dat je als het ware kunt instappen of een relatie mee kunt opbouwen. Ik heb een beeld in mijn hoofd en dan denk ik, oké, dat is de tekening die ik wil maken. En wat er dan gebeurt is, dat beeld dat ik in mijn hoofd heb, materialiseren we dan. Hè. Daar maken we een groot filmset van eigenlijk, een decor die we helemaal met de hand maken in karton en in hout. En van zodra dat de decor af is en dat ik denk van zo moet het eruit zien, dan ga ik daar zelf in staan of vrienden van mij of personages die ik nodig heb. En dan maak ik een soort stilleven met die personages en daar trek ik een foto van. En dan op basis van die foto begin ik aan de uiteindelijke tekening te werken. Ik denk dat dat ook iets is wat je terugziet bij Rubens, die ook van die grote composities maakt en die heel hard van op voorhand uitdenkt. En in die voorbereidende fase kan er nog van alles gebeuren, maar van zodra dat dat beeld vast ligt of dat dat redelijk duidelijk wordt, is die uitwerking een uitwerking ook. En is het in vertaling in een ander medium. De stereotype Rubens-compositie, zou ik zeggen, is een groot schilderij met van alles erop, goed gevuld, waarop alles net niet lijkt te bewegen. Rubens en composities vertrokken eigenlijk altijd vanuit een verhaal. Als er bij in een Rubens schilderij ergens op de achtergrond een kar staat of een eclips te zien is, dan blijkt dat hij die kar of die eclips echt is gaan bestuderen. En dus die schilderijen die openen zo een hele wereld. Rubens werkt niet alleen in enorm formaat, hij werkt ook op kleiner formaat. En een mooi voorbeeld daarvan is de Verloren Zoon in het KMSKA. Het is een prachtig, authentiek, eigenhandig werk, waarin hij met heel veel liefde de dieren van in de boerderij gaat weergeven. Varkens en koeien en paarden. De duivel zit hem natuurlijk in dat schilderij, ook in de details en letterlijk. We zien bovenaan in het schilderij een spinnenweb hangen, wat natuurlijk ook symbolisch van de duivel. Het is geen foto van een boerderij, het is gewoon een schilderij dat gerealiseerd is op basis van tekeningen die hij tijdens wandelingen buiten Antwerpen maakt en die hij in het atelier samenvoegt tot een compositie. En een goed verhaal in een mooi, vaak een rood jasje, maakt een sterk merk. En dat maakte Rubens tot het eerste brand van Europa. Studio Rubens leverde naast die reusachtige waaier aan schilderijen ook tapijten en prenten en ze ontwierp architectuur, beeldhouwwerken en boekpagina's. Er zijn maar weinig kunstenaars die een groter oeuvre hebben nagelaten dan Rubens. En men kan echt spreken van Rubens als een merk. Dat komt omdat Rubens ook een groot atelier had met vele medewerkers.
Een beetje vergelijkbaar zoals architectenbureaus vandaag of modeontwerpers. Je kan het merk Rubens onderverdelen in drieën. De haute couture, de hand van Rubens zelf. Dan de prêt-à-porter, zijn medewerkers werken het uit met wellicht nog een laatste retouche van de meester zelf. En tenslotte de confectie. Vooral de hand van zijn medewerkers, zoals de gravures, die dan weer kopieën van de couture waren. En met name die Rubens confectie verspreidde zich over de uithoeken van de wereld. Hij is een van de meest productieve en meest gekopieerde kunstenaars die we kennen. Zoals dit Chinese bord uit de Qing-dynastie. En deze blitse telefoonhoesjes en natuurlijk deze onbetaalbare tassen. Maar dat is precies waar we het de volgende aflevering over gaan hebben.